Hoe durft zo'n jongetje Jette, hoe durft hij nou nog dit te wouwen en een beetje een grote mond te hebben? Ja, die geeft dan interviews en die noemt dan Wilders niet eens Wilders bij zijn naam, maar die noemt hem dan een roeptoeter. Alleen maar dat. Ja, jongetje Jette. Ja. En iemand in zijn omgeving bij jongetje Jette, die tegen jongetje Jette zegt, hey, niet doen, niet doen, eventjes je mond houden. Zo geweldig is het allemaal niet gegaan de laatste tijd. Nou, helemaal niet gegaan, want, hey, vrienden, dat hele energiebeleid van hem en al dat groen geleuter, daar komt helemaal niks van terecht. Dat blijkt gewoon één groot leuterverhaal. Dat is het gewoon. Ja. Want die windmolens die kosten ineens 40 miljard extra. De hele stroomvoorziening die krijgen ze niet voor elkaar. Dan lopen ze 10, 15 jaar achter. Want dan krijgen ze heel Nederland niet voorzien. Dat ging dus ook allemaal fout met die zonnepanelen. Dat ging ook allemaal fout met die warmte dingen. Hoe heet dat ook? Die warmtepompen. Pompen. Ja. Allemaal die. En nu blijkt dat in Utrecht kunnen ze geen nieuwe huizen bouwen vanwege de stroomvoorziening. Dus nu moeten ze terug naar gas, want iedereen moest van het gas af. Volgens jongetje Jette. Ja, want er was te veel CO2-uitstoot en nu gaan we toch weer gas doen. Ja, terwijl we net al die in Groningen allemaal weer dichtgemaakt hebben. Ach man, één grote puinhoop. En wat dacht je van al die mensen die moesten elektrisch gaan rijden? En nou gaan al die laadpalen, die kunnen ook niet. Die mogen ook niet functioneren in Utrecht. Want dan hebben de mensen geen elektriciteit. Nee, dan valt het uit. Ja. Nou, jongetje Jette, nee. Hij dik in orde hoor. Nee, dat is allemaal goed gedaan. En dan noem jij Wilders een roeptoeter. Nou, weet je wat jij bent? Hé, jongetje Jette, jij bent één grote kortsluiting.